Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, SOSAVO, heeft gisteren samen met de UNICEF en het Algemeen Bureau voor de Statistiek, ABS, de kick-off gegeven voor het Multiple Indicators Cluster Survey Mix onderzoek. Het onderzoek is volgens SOSAVO-directeur Angela Salmo een internationaal onderzoek waarbij de situatie van mannen, vrouwen en kinderen worden vastgesteld. Nieuw bij het mixonderzoek is dat er ook mannen worden ondervraagd. De focus lag voorheen bij vrouwen en kinderen. Het onderzoek zal plaatsvinden in de periode maart tot augustus 2018 en wel in alle 10 districten. Tijdens het onderzoek zullen verschillende vragen aan huishoudens worden gesteld om zodoende informatie te verzamelen. Salmo geeft aan waarvoor de resultaten van dit onderzoek zullen dienen. De resultaten van dit onderzoek zullen dienen als nulmeting voor de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen, de SDGs, en de monitoring van de voortgang voor het bereiken van deze doelen. Het helpt om na te gaan welk gebied en programma's verder ontwikkeld moeten worden om de situatie van huishoudens in Suriname te verbeteren. In Suriname zullen er ruim of ongeveer 9400 huishoudens geïnterviewd worden om belangrijke informatie te verzamelen en op onder andere het gebied van bescherming, gezondheid, onderwijs en de toegang tot veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen. De informatie is verzameld met behulp van een tablet. Volgens Iwan Snow, directeur van het ABS, is met het zesde mixonderzoek het aantal huishoudens verdubbeld. Ondanks de organisatie financiële logistieke problemen heeft zij altijd meegewerkt aan deze onderzoeken. Snow geeft aan dat de dataverzameling sneller zal verlopen middels de beschikbaar gestelde computertablets. Wanneer je met tablets werkt, je moet altijd de juiste balans weten te vinden. Als je te veel... De juiste balans bedoel ik wat betreft de controlemogelijkheden in je computer. Als je er te veel in stopt, dan ga je het werk ook vertragen. Toch? Dus natuurlijk heb je bepaalde zaken, bepaalde checks die al door de computer worden gedaan. Wanneer het werk verzameld is, ga je toch nog moeten screenen en dus andere opschoonwerkzaamheden moeten verrichten. Het gaat natuurlijk veel sneller, omdat het materiaal al in de computer zit. Je hoeft dus niet meer te kiezen wat we er nog toe gedaan hebben. Iwan Snow, directeur van het Algemeen Bureau voor de Statistiek. Hij sprak gisteren tijdens de start van het MIX 6 onderzoeksproject, waarbij er meer dan 9000 huishoudens zullen worden ondervraagd. De kick-off vond plaats in de vergaderzaal van SOSAVO aan de waterkant.